En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zontrex. De enige echte. We zijn in Leiden zijn we. En we gaan hier naar de kermis. Ja, even een little slides of plans. Die andere kermissen die we wouden toe vandaag, die waren niet zoveel. Dus Ricardo die had gelijk een voorstel. En de eerste kermis is Leiden. Nou, de wat, kijk eens. Ja, maar ik heb al een date gehad. Ja, ik heb al een date gehad. Nou, hier de extreme. De extreme thing. Ja, dit keer gelijk kermis in Leiden, hè? Dit is wel leuk, leuk, hè? Ja. Ja, toch, alles wat maar weer een kermis is, dat maar weer een kermis. Ja. Die hebben we maar weer opgenomen, hè? Nou, hier de Winners Cube. Hier is de Extreme Trip. De touwtje trekken. Hier voor de kinderen. En dan hier dat is wel wat voor jou, blikjes omgooien. Ja, dat is wel wat voor jou, blikjes omgooien. Ja, ik zal jouw blik omgooien. Ik zal jou dadelijk blikken omgooien. Nou, flikker op. Nou, hier krentenbollen, oliebollen, berlinebollen, weet ik veel allemaal, candy. Nou, dat was er wel weer. Daar is springkussen voor de kinderen, voor die springtouwen. Nou, dat was er weer. Inpakken, wegwezen. Hey, volgende. Volgende! Je moest zo naar je wijfje toe filmen. Ja, ik moest zo nog mijn wijfje even filmen, ja. We gaan gelijk de telefoon doen. Ja, en de WhatsApp. Ja, nee, ook wel. Nou, hier de mini racebaan. Hier ook de Europe Flyer. Hier de Grijpshop. Dat is ook wel weer leuk. Dus ja. Aardig hoog, hè? Ja. Aardig hoog. Oh, hij is wel flink hoog. En niet zo hoog als gisteren. Die Rotterdam die was hoog, hè? Veel hoog, hè? Your Flyer. Rome, Parijs. Kijk hoe hoog het is. Even kijken hoe hoog het is. Nee, dat is voor die keer de tomaten. Nou, loop even naar hem toe, vraag het even. Nou, hier de postautootjes. Ja, ik vind dat ledverlichting echt mooi, jongen. Ja, hè? Ze hebben daar een. Ja.
Zo, nou daar zijn we weer jongens. Ik heb een heel gesprek net gehad. Ik had dit al gefilmd, maar voor mij heb ik niet het goede knopje gedrukt. In ieder geval, jongens. Zo. Wij zitten weer in de auto. En er waren dus klachten van ons tweeën dat wij dus aan het filmen waren. Er waren een paar bezorgde ouders waren er gekomen. En wij mochten dus hier niet filmen. Nou, deze kermis staat gelijk per direct ook onderaan de lijst van kermissen. Ja, de man was wel heel erg netjes en Rio en zo. Maar ja, als je dit, jongens... Ik heb al zoveel keren... Ik vlog op zoveel kermissen, vlog ik. Ik ben zo vaak ben ik op kermissen... Ik niet alleen, ook andere jongens. Hij zei ook van, joh, ja, mensen die, ik kom jullie wel eens vaker tegen op kermissen. En ja, dat is eigenlijk nooit gezeik eigenlijk. Jullie zijn er altijd. Wij doorkruisen het hele land. Niet alleen ik, maar ook andere kermisvloggers in heel Nederland. Wij gaan overal. Wij doorkruisen het hele land om video's te maken voor jullie. Zodat jullie een beetje beleving hebben van de kermis. Maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Schaam je lijden. Wat een ding. En dit was ook de laatste keer dat ik in Leiden was. Ik ben ook klaar mee. Ik ga ook nooit meer hier naartoe. Ja, ik zal wel een heel klein vlogje is het geworden. Maar in ieder geval, dat is dus wat er gaande is. Nou, toen was ik eigenlijk al gelijk klaar mee. Dus we hebben gelijk de spullen ingepakt. En we gaan weer door naar de volgende kermis. Want zo is het wel, hè. We gaan gewoon weer door naar de volgende kermis. En gaan we daar weer filmen. En gaan we daar wel kijken. Ja, oh, nou worden we weer aangehouden. Handhaving. Dus, nou, daar ben ik weer. Ja, wel, dat is even de handhaving op ons dak. We waren verkeerd gereden. Ja. Ja, we zijn hier ook helemaal niet bekend. Busbaan. Oh, je reed over de busbaan heen. Nee, de busbaan dus. Maar in ieder geval, we hebben geen bekeuring gehad. Dat scheelt wel maar weer. Maar jongens, schaam je dat je zo... Jezus. Ga dan lekker thuis zitten en achter de granium zitten. Ja. Of pak een bootje gaan varen. Pak een bootje gaan varen. Dat is hier in Leiden natuurlijk altijd. Nee, maar dit is ook de laatste keer dat ik geweest ben in Leiden. Ik ga nooit meer naar Leiden. Ik ben er helemaal klaar mee. Wat een volk, zeg hé. Sta je heel eventjes te filmen. Even de attractie filmen. En dan krijg je gelijk dit. Dus dit is gelijk ook de laatste keer dat ik in Leiden geweest ben. In ieder geval, zo is het in ieder geval wel. Dus, ja. In ieder geval triest. Heel triest. En... ja, we gaan gewoon in ieder geval weer door. We moeten door naar de volgende vlog. Jongens, groetjes. Abonneer op dit kanaal. Like deze video. Druk op belletje. En ik spreek jullie allemaal. En nooit meer lijden. Want een... groetjes. Doei doei.